Yo, wat is dat mensen, MarketWard Dynasty met vandaag weer een nieuwe video. Een nieuwe squad builder om precies te zijn, want ik doe deze graag één keer in de week. Misschien twee keer, als de tijd er toe staat, maar het is een goed gevoel om te weten dat je echt een ziek team hebt gemaakt. En dat heb ik vandaag voor jullie, dus doe wel een duimpje omhoog als je nou niet gaat. Als deze video 1000 likes kan halen voor middernacht, hartstikke mooi. Als deze video is algemeen uit de 2000 likes kan halen, niet per se voor middernacht, ik bedoel dat heb ik nog nooit gehaald. Maar het zou mooi zijn als deze video algemeen 2000 likes kan. Nou, dit team kost je zo'n 120k op Xbox One. En ik geloof zo'n 175k op PlayStation 4. Nou, ik weet dat veel van jullie PlayStation 4 spelen. Maar ik heb de meeste coins op een los account waar ik niet echt wel doe op Xbox One. Vandaar dat ik daar meestal mijn teams op maak. Maar, en ik zal er geen legends in gooien met opzet dat ik weet dat PS4 mensen die niet kunnen doen. Nou, dit team... Zoals ik al zei, het is pittig zeker. Het is de 4312. En ik had gekeken in jullie comments. En jullie zien hem waarschijnlijk al in de thumbnail. Eén van die gasten is Lacazette. Jullie kwamen heel veel voor in de comments. Iemand zei, maak een team van maximaal 200k met Lacazette erin. Ik dacht, I got you. Dus dat doen we. Maar in ieder geval, op doel. In vorm Carnesis. Nou, 23.250 coins. Hij is 6'3". Hij is goed. Het is een pittige upgrade ten opzichte van zijn normale kaart. Plus 5 diving. Plus 4 handling. Paar echt algemeen pittig goede upgrade. Dan wordt er nog een goede keeper. Nou, als je hem ziet, dan weet je al half wie er komt. Het is niet echt een verrassing, maar ik ga hem laten zien. Als eerste op rechtsback, Bruno Perez. Ik gebruik heel vaak Florenzi, dat zien jullie. En heel veel van jullie zeggen, gebruik eens een keertje Bruno Perez. Zo gezegd, zo gedaan. Ook hij heeft natuurlijk 92 pace. Hij heeft goede stamina. Ik geef hem Guardian, want ik weet dat hij toch mee naar voren komt. En dan wil ik ook dat hij goed is aan de bal en boost ook zijn verdedigen. Dus dat is helemaal prima. Nou, de volgende kun je raden, is Manolas. Ik had een first owner en iedereen weet dat hij fucking goed is in deze game. Hij is niet overpowered. Ik weet dat die terror vaak gegooid wordt. Iemand met zijn stats, de boost die hij krijgt door chemstyles en gewoon work rates en lengte... Is niet overpowered, hij is gewoon zo goed als dat hij moet zijn. Onthoud dat. Nou, daarnaast hebben we Socrates. Ik bedoel, natuurlijk, kon je aanzien komen. Hij is goed. Ik heb geen probleem met hem, hoe die is. In de zin van, hij heeft medium work rates. Maar dat heeft Varaan ook. En Varaan is fucking klasse. En iedereen weet dat Socrates ook zeker niet de slechtste is. Nou, hier Jonas Hector, of gewoon Hector. Heel veel mensen hebben zijn, althans ik zag best wel vaak voorbij komen dat mensen zijn rode kaartje hadden. Hij is goed. De reden dat hij hierin staat is, vanwege hoe het team staat, kun je elke linksback gebruiken van de Bundesliga die je wilt. En ik koos voor hem, want ik vind zijn kaartje gewoon heel goed allround. Medium work rates is geen probleem. Het is wat Auspilicueta ook heeft en die vindt ik klasse. Plus met de schaduwcamera stijl. Hij maakt geen fouten. Hij maakt geen fouten, maar 32.250 coins is ook helemaal niet mis. Dan gooien we hier Daniele De Rossi. Nou, besef dat hij op rechter centimeter staat. Ik vind dat geen probleem voor hem. 69 pace. Ja, dat werkt gewoon. Het werkt. Het is prima. Het is geen probleem. Aanvallend kan hij ook zeker zijn steentje bijdragen. En het is vooral zijn aanwezigheid. Zijn fysiek vooral. Wat het voor mij doet. Dan hebben we daarnaast Sebastian Rode. Matthijs heb je al lang genoeg over horen praten. Hij is geweldig. Ik vind hem hartstikke fijn. Ik vind hem ongelofelijk. Elke keer verbaast hij me, want het is een speler die je op kan pakken voor zo'n 800 coins. Hij heeft goede allround stats, het lijkt niet geweldig en toch doet hij zo'n goede job. Nou, daarnaast, de Bundesliga version James Milner, Gonzalo Castro. Ik bedoel, hij is zo bizar goed. Dat was hij al speler van Leverkusen al, dat is hij nu al speler van Dortmund al een tijdje. Hij scoort goals voor me. Zijn kaart lijkt ook gewoon heel erg op die van Milner. Hij heeft weliswaar medium work rates. Hij heeft een 4-ster week voor dat enorm welkom is. Hij is gewoon goed. Hij is echt super goed. Nou, de CAM, je kon hem ergens aan zien komen. Het is Hatem Ben Arfa. De vorige keer dat ik een squad builder deed, dat team met Cavani en dergelijke. Alle squad builders kun je trouwens in dat i'tje, ik heb geen idee, ik gok daar zo rechtsbovenin. Ik weet niet hoe dat er uiteindelijk altijd uitkomt. Maar in ieder geval, rechtsbovenin dat i'tje kun je dus afspeellijst met squad builders aanklikken. Voor als je een team nog eens hebt gemist, zitten wat goedkope teams dus van 10k, 100k, gewoon iets meer. Het is maar net wat je wil. Het zal er misschien in staan. Hij is goed, hij is gewoon fucked up goed, ja. Kunnen lang of kort ervoor doen. Hij staat vaak op de juiste plek, zijn schot is super precies. En hij is gewoon precies wat ik nodig heb. Plus, hij linkt met de volgende man, Valérie Germain. Ik denk niet dat iemand van jullie hem overwoog aan het begin, toen de Team of the Week uitkwam. Hij heeft high medium work rate, hij heeft een 4-star week for it, hij heeft 10 goals en 4 assists in 7 wedstrijden. De man is een fucking G. Hij is zo goed, ik ben zo... blij dat ik hem geprobeerd heb. Nou, als je mij een tijdje kent, en dat bedoel ik echt een paar jaar op YouTube, zelfs 2014 ook al. Toen zei ik al een keertje in een video van, ik gebruik graag de league. Altijd. Altijd wel een paar goede spelers, waar niemand op zou letten, maar ze presteren goed. En Valérie Germain's kaart is precies iets wat in mijn straatje was. Het klopt gewoon, het is gewoon een goed kaartje.
Dan natuurlijk de main man, Alexandre Lacazette. 33.500 coins, high work rates, 4-star skills. En als je naar zijn stats voor mij kijkt, ik weet 3 goals en 9 assists in 7 wedstrijden. Maar hij is zo goed. Ik hoop echt dat zijn SBC kaart het waard is. Ik denk erover na om te halen, want deze kaart, wauw, hij is goed. Nou, de instructies, als je Missy Mark kijkt, en dat is natuurlijk mijn Road to Glory serie. Daar heb ik hem al meermaals gebruikt, deze formatie. Maar instructies, stay back while attacking op je verdediging. Je hele middenveld geef je niks mee. Gewoon lekker zo laten. CAM, blijf voorin, oftewel stay forward. En beide spitsen, stay central en get in behind. Ja, dat is wat ik gebruik nu. Het was eerst alleen get in behind. Stay central ben ik gaan gebruiken sinds, ik denk, halverwege mijn run op Missy Mark account met de Weekend League. Maar wat betreft camstyles, ik weet dat dat ook soms nog een beetje een issue is. Keepers over het algemeen glove. Ik kocht hem met shield en dat vind ik ook prima bij hem. Ik bedoel, hij is gewoon klasse. Fullbacks, afhankelijk van hun pace. Als ze, laten we zeggen, onder de 85 pace. Nou ja, oké. Okay. Als ze onder de 87 pace hebben, geef je ze shadow of anchor. En als ze boven de 90 pace hebben, dan kun je, afhankelijk van of ze mee naar voren komen, kun je ze powerhouse geven, je kunt ze guardian geven. Dat is een beetje op gevoel. Centerbacks meestal anchor of sentinel, tenzij hun pace al zo hoog ligt dat je denkt, ik kan het laten. Ik vind anchor gewoon fijn. Middenvelders kan compleet variëren. Castro is zo iemand als Milner. Ik heb het gevoel dat ik zo'n shooting niet eens een boost hoef te geven. Dus vandaar dat ik een motor geef. Ik weet dat Rode verdedigend werk doet en daarom krijgen hij en de Rossi powerhouse. Niet omdat ze achterblijven, maar gewoon omdat daar ze al sterk in zijn. En de rest schieten kan ik redelijk zelf. Dus die stats hoeven daar niet heel hoog voor te zijn. Nou, beide spitsen vaak gewoon jager. Dat is hoe het is. Spitsen zorgen er vaak voor dat ze hoge dribbling hebben. Daar koop ik ze op. En Ben Arfa, hij heeft al goede dribbling. Zijn pace is 80+. Dat is prima zat. Dus shooting en passing bumpen wel lekker omhoog. En dan is dat helemaal prima. Dus dat is hoe het team eruit ziet. Ik ga jullie nu laten zien hoe het presteert in zo'n Daily Knockout Cup. Het is immers Weekend League standaard. En dat is waar je dan voor moet gaan. En waarom jullie dit team moeten kopen. Mag ik alsjeblieft een applausje voor de beste discard in vorm van dit jaar. Valérie Germain, de meest vrouwelijke voornaam, want oh, wat is die man toch godvergeten goed. Het is echt crimineel. En ook Ben Arfa's. En Ben Arfa's rechterbeen is trouwens verrassend goed. Je ziet een best wel pittig goede goal van hem met zijn rechterbeen juist. Maar wat dit team betreft, ik denk dat het middenveld de meeste mensen het meeste zorg baart. Is niet nodig. Ik vond het speelde echt heel goed. Je ziet ook gedurende alle clips dat meerdere middenvelders bijdragen aan de aanval. Vooral de Rossi is waarschijnlijk beter dan de meeste mensen verwachten. Want ik denk dat heel veel mensen hem alleen als CDM gebruiken. En dat snap ik ergens. Maar hij kan ook zeker aanvallend gewoon zijn bijdrage leveren. Zijn lager gedreven schot, ook al is de techniek zelf natuurlijk al semi-OP, is beter dan je zou denken. Nou, context bij dit eerste potje wat je ziet is, mijn tegenstander na de 4-0 deed hij even niks. Toen bij 6-0 stuurde ik hem een bericht van stop alsjeblieft, weet je verdoet onze tijd. Dan doet hij hier, doet hij nog niks. En vanaf de 7-0 gaat hij weer spelen. Dus doe ermee wat je wilt. Maar ik score zoveel goals in dit potje dat ik wil het gewoon laten zien, weet je. Ik ben gewoon fucking blij met dit team. Nou, het andere wat ik wil zeggen over dit team is het speelt verdedigend, staat het heel erg goed. Beide verdedigers, Manolas en Socrates, althans ik zeg beide verdedigers, mijn centerbacks in dit geval, doen goed mee in de opbouw. Ik denk dat dat ook semi-belangrijk is. Ze zijn geen pierloos, weet je wel. Maar ze kunnen makkelijke paas geven. Weet je, als ze halverwege de middenlijn zijn. Het is niet zo dat hun passing stat dusdanig slecht is dat je geen bal met ze kunt geven. Bij de fullbacks, ik had geen probleem met ze. Aanvallend deden ze niet gek veel mee. Ik geloof dat Hector 1 assist heeft. Maar het is meer zo dat ze lieten geen gaten vallen, weet je wel. Ik had niet het gevoel dat ik overlopen werd door de linksvoor of rechtsvoor van mijn tegenstanders. En dat is sowieso goed iets. Nou, wat je heel veel ziet is Germain. Zie je heel veel in de clips. Hij kan echt alles. Hij kon een vrije trap scoren. Hij staat op de juiste plek voor intikkers. Hij kan de combinatie aangaan. Hij geeft assists. Ik bedoel, ik had hem echt niet verwacht dat hij goed zou zijn. De bedoeling was eerst om Balotelli rechtsvoor te zetten. Toen zag ik zijn stemmen laten. Toen dacht ik, fuck dat. Gaan we niet doen. Toen keek ik naar Germain. Want ja, het is natuurlijk ook gewoon een kast. En het is echt een positieve verrassing. Ik denk zo positief zelfs dat ik hem misschien wel ga kopen op mijn Missy Mark account. Maar dat moeten we nog zien met de tijd mee. Misschien kan het wel. Want dan heb ik een reden om SBC Lacazette te unlocken. En dan gooi ik Ben Arfa er gewoon achter. Maar dit was denk ik de lastigste game van alle. Ik scoor je heel laat een gelukkige 1-1. Castro bewijst daar wel dat hij echt een sterke weak foot heeft. Ik bedoel, dat was een heel hard schot. Met ook een goede reden dat hij daarom zo afgekaatst werd. En ik kwam 3-1 achter in de verlenging. En ik word, mijn ass wordt echt gesaved door Lacazette en Valérie Germain. Het is ongelooflijk. En ik vind Lacazette, hij speelde echt super goed. Ik weet dat mensen
het een beetje slecht eruit vinden zien wanneer een spits meer assists heeft dan doelpunten. Maar ik bedoel, als je naar het totaalplaatje kijkt, Lacazette heeft 12 doelpuntencontributies in 7 wedstrijden. Ik speel vaak eerst met een team voordat ik er een video van maak. Ik bedoel, moet immers wel weten of het goed is, anders neem ik op voor niks. En dit team is de moeite waard. Ik bewaar het nog even, dat is hoe goed het voor mij is. Ik speel er wel potjes mee voor mijn lol, als ik er tijd voor heb. Want het is goed, het is gewoon echt goed. In ieder geval, ik hoop dat jullie hebben genoten. Maak het team alsjeblieft na, doe me een plezier. En laat me weten hoe het voor je speelt. Het heeft me gekwalificeerd voor de Weekend League. Het is goed, het is Weekend League standaard en dat is precies wat je zoekt. Ik zie jullie weer morgen bij een nieuwe video. Joejoe!